ben Max Adriaanses. Ik ben dit jaar afgestudeerd voor piano in de specialisatiegraad jazz bij Pierre Ancaert en dan contrabas in de vierde graad bij Benny Baker. Ik zou graag met jullie een beetje babbelen over de jazzrichting in Mechelen. Eigenlijk over de jaren heen toch iets is heel hard uitgebouwd. Ik ben als kleine jongen begonnen in de klassieke richting en dan heb ik eigenlijk ook die jazzrichting zien ontstaan. En daar direct van in het begin mee ingestapt, omdat dat eigenlijk een genre is wat wij ook echt heel nauw aan het hart ligt en waar ik heel veel naar luister. Het toffe in de jazzrichting is dat er ook heel veel ensembles en samenspel is waar de verschillende instrumenten samenkomen. En ook de improvisatie die in de reguliere jazzrichting is. Over de jaren heen is de jazzrichting eigenlijk heel hard uitgebouwd. Ja, veel verschillende instrumenten bijgekomen, verschillende leerkrachten over de jaren heen. En ik zou heel dat team van de jazzrichting eigenlijk een dikke duim willen geven voor al die inzet dat zij over de jaren hebben gegeven. En het plezier dat ze aan ons geven voor samen te spelen. Een nieuwe lichting podiumkunstenaar zwaait af aan het Mechelse Conservatorium. Benieuwd naar wat zij in petto hebben? Volg dan zeker onze Facebook livestream of luister naar Stadsradio Vlaanderen. We geven deze artiesten op 19 juni nog één keer het mooiste podium van de stad.